Gisteren hebben we een nieuwe functie toegevoegd aan de checklist voor pro-abonnees. En daardoor kwam er een aandeel naar voren waar ik eerder deze week in het boek van Pieter Lins over had gelezen. En dit is een boek uit 1989. Dat aandeel is ADP en waarom het naar voren kwam, dat bekijken we in deze video. Zoals gezegd, hebben we gisteren een nieuwe functie toegevoegd aan de checklistpagina voor pro-abonnees. Dus Pro-abonnees hebben hierboven ook een pro-menu met wat extra functies, een extra pagina's. In dit geval gaat het dan over de checklist. Als we die gaan bekijken, dan was het eerder zo dat je een overzicht kreeg van aandelen die aan alle checks voldeden. Op dit moment zijn dat 28 aandelen vandaag. We hebben vannacht 505 aandelen bekeken. Dat zijn de aandelen van de S&P 500, de Dow Jones en de Nasdaq. Die worden iedere nacht bekeken. In de toekomst zullen we dit nog uit gaan bereiden. Maar in ieder geval 28 aandelen deden vannacht aan alle 12 de checks. En dit was dus voorheen wat mogelijk was. Nu zien we hierboven dat we eigenlijk al die checks, dat we daar ook een, een schuifbalkje voor hebben. En dat geeft ons eigenlijk de mogelijkheid om te zeggen van ik wil dat deze check wordt meegenomen in de resultaten of juist niet. Stel we klikken de PE-ratio uit, dan zien we dat het aantal nu verandert naar 32 aandelen. Klik bijvoorbeeld price to free cashflow ook nog uit. Dan zitten we op 69 aandelen. Op deze manier heb je dus aandelen die eigenlijk aan alle checks voldoen. Die in principe heel goed presteren. Maar waar eigenlijk de waardering misschien niet is wat we zouden willen zien. Dat zien we hier beneden ook. 69. En we zien hier dus P.E. ratios naar boven komen. Die in het rood staan. Die hoger zijn dan dat we eigenlijk zouden willen zien. Maar dit geeft misschien juist wel... Een goed overzicht van aandelen die misschien in de toekomst wel interessant zijn om te kopen, zodra de waardering een keer wat gunstiger is. Een van die aandelen, zoals gezegd, die zien we hier onderaan staan. Ik zal een beetje naar beneden scrollen. Die komt hier naar voren. Dat is ADP en dat is het aandeel dat we nu gaan bekijken. Klikken we op het aandeel, dan gaan we ook direct naar de checklist. Lijkt me de meest logische pagina als je vanuit je checklist screener eigenlijk komt. En dan zien we hier dus het overzicht van die 12 checks voor ADP, zoals gezegd. Het zijn de eerste twee, de waarderingen die eigenlijk niet voldoen aan de checks en de overige wel. Wat valt dan op? De omzet groeit met 20% de laatste vijf jaar. De winst groeit veel harder in diezelfde periode. De netto winst ligt ook bijna twee keer zo hoog dan dat we zouden willen zien. Uh, geen 10% wat we willen, maar 18% daadwerkelijk. De ROIC bijna vijf keer hoger dan de 10% die we zouden willen zien. Schuldpositie staat nog in het groen, maar gaat wel richting die 1. Wel iets om eventjes in de gaten te houden. Ze kopen ook eigen aandelen in en we zien het hieronder, ze keren dividend uit. Dat dividend is, het is een behoorlijke um, uitkering in principe, want we zien het hier ook, ongeveer twee derde van de free cashflow wordt uitgekeerd in dividend. Het is dus misschien wel een interessant aandeel voor dividendbeleggers, maar het is wel in de gaten te houden, nu gaat het nog goed, maar um, ja, blijft dit groeien, blijft die free cashflow groeien, want natuurlijk wil je niet hebben dat het aandeel, minder dividend moet gaan uitkeren in de toekomst of dat ze misschien juist over die 100% gaan. Nu nog lang niet het geval. Dus dat ziet er allemaal heel erg goed uit. Dan gaan we dan ook even naar de overzichtpagina om even te kijken um, wat doet het bedrijf. Nou, misschien ken je het bedrijf wel. Het staat hieronder staffing en employment services. Dus is eigenlijk HR en payroll wat ze doen. Met een beurswaarde van iets over de 100 uh, miljard. Kijken naar het koersverloop tussen 192 en 270. Op dit moment 260, dus we zitten eigenlijk alweer een beetje bijna bij de hoogste pieken eigenlijk van de laatste 52 weken. Wil je nou meer informatie over ADP, dan kun je natuurlijk ook de website bezoeken. Altijd een link staat en uh, dan willen we, zeggen we akkoord. En dan zien we het ook, um, HR en payroll, dat zeggen ze ook. Scrollen naar beneden, dan zien we dat ze meer dan een miljoen klanten hebben. Vaak zijn het dus bedrijven die de salarissen uitbesteden, die gebruik maken van hun software om salarissen te verwerken om alles over personeel bij te houden. Daarom zien we ook regelmatig cijfers naar buiten komen. Als economische cijfers worden aangehaald, dan zien we ooit dat die afkomstig zijn van ADP. Omdat zij juist zoveel informatie over salarissen van medewerkers hebben, dat ze een goede indicatie kunnen geven. Dus best wel een bedrijf wat al heel lang bestaat en waar heel veel mensen en heel veel bedrijven dus gebruik van maken. Gaan we terug naar de website en laten we dan even de financiële cijfers bekijken. En dan zetten we hem op de jaarcijfers. Dan zien we eigenlijk dat in 2015 zagen we een omzetdaling van 10%. Maar al die andere jaren zien we zo'n 6%. Sinds corona een klein beetje wat minder, maar afgelopen tijd juist weer wat beter. Zij hebben trouwens uh, het kalender, het boekjaar 2022 al afgesloten. Als we overschakelen naar de kwartaalcijfers zien we ook dat ze Q1 al hebben gerapporteerd. In 2022, maar het is dus boekjaar 2023 voor hun. Altijd een beetje lastig, maar we zien in ieder geval dat ze vier kwartalen uh, al hebben gerapporteerd. Dus de jaarcijfers voor het boekjaar, die zijn al klaar bij hen um, afgelopen tijd. Dus zo'n 7% extra omzet vergeleken met een jaar geleden. Kijken we dan naar de bruto marges. Uh, die liggen eigenlijk al heel lange tijd zo onderaan in de 40%. 41 net, erop, net erboven, net eronder. Uiteindelijk liep het een klein beetje op voor corona naar 42, maar sinds corona weer een klein beetje naar beneden. Wel eigenlijk vrij stabiel moet je zeggen. De netto-winst zien we ook af en toe een minnetje ten opzichte van een jaar eerder. Maar over het algemeen zien we dat er elk jaar weer wel wat bij komt. En zeker afgelopen jaar 13% meer netto-winst dan het jaar daarvoor. Hoeveel is die netto-winst? Nou, die marge zien we hier onderaan staan. Die was eigenlijk 10 jaar geleden nog zo'n 12%. Maar is eigenlijk de laatste tijd juist opgeklommen naar 18%. Kijken we dan naar de grafieken voor dit bedrijf voor wat meer informatie. En vooral ook een PE-ratio. Nou, de koers, die zien we eigenlijk de piek in 2000, dat het best wel hoog heeft gestaan. Voor die tijd in ieder geval. Toen een flinke daling. Maar eigenlijk sinds 2010 is het eigenlijk van, laten we zeggen, 40, 50 dollar. Dan doen dus ze in de 250 dollar gegaan. Een behoorlijke stijging. Het bedrijf doet het ook heel erg goed. Kijken we naar een P.E. ratio, dan zien we ook dat beleggers steeds bereid zijn om meer, vaker eigenlijk de winst te betalen voor het aandeel. Het gemiddelde komt uit op 25,5 en dit is dan sinds uh, 2007, ik denk de laatste 40 kwartalen, uh, misschien zelfs iets meer. Um, dan zien we eigenlijk in de crisis na 2008 dat daar een dieptepunt was wat betreft P.E. ratio, 9,6 en sinds die tijd is het eigenlijk langzaamaan een stijgende lijn ontstaan. En zitten we eigenlijk de laatste tijd al zelfs boven dat gemiddelde. Um, en is dat op dit moment zo rond de 30 tot ooit zelfs wel 40 uh, pi voor dit aandeel. Kijken we naar de omzet, bruto winst, operationeel resultaat. Dat zien we eigenlijk een beetje diezelfde stijging die we al in de tabel zagen. Die we ook in de koers misschien wel een beetje zien. Het bedrijf heeft gewoon steeds meer omzet en maakt ook steeds meer winst. Vooral interessant om dan naar de marges te kijken. We zien hier wel dat de bruto marge nu dus zo onderaan in de 40 zit. Dat die eigenlijk 10 jaar geleden, 15 jaar geleden hoger lag. Dat eigenlijk de bruto marge is gedaald. Inmiddels onder het gemiddelde zit. Is dat erg? Um, kan erg zijn. Hoeft niet per se erg te zijn. Want in dit geval is dat niet per se erg. Want kijken we juist naar de netto marge. En dat is de groene lijn in dit geval. Dan zien we hier onderaan dat die juist de laatste tijd boven het gemiddelde is gegaan. Dus misschien daalt de bruto-marge wel, maar de nette winstmarge die stijgt wel. Dus dat is eigenlijk waar het uiteindelijk om gaat. En het is dus zo, denk ik, dat het bedrijf misschien ook wel efficiënter is omgegaan. Meer winst procentueel kan maken in ieder geval. Dus dat ziet er dan wel weer positief uit. Scrollen we uiteindelijk nog verder naar beneden voor de cash en cashflow. Ten eerste de cash, free cashflow in dit geval... Best wel behoorlijk wat en ze hebben ook wel wat investeringen, maar lang niet zoveel als de free cashflow. Natuurlijk moeten ze blijven investeren in hun systemen. Um, er zullen vast wel telkens nieuwe wetten en regels zijn waar ze aan moeten voldoen, waar hun systeem aan moeten voldoen. Dus ze blijven investeren, maar niet zoveel als de free cashflow. Kijken we naar de cashpositie, dat is wel iets. We zagen straks al dat het, uh, de schuldpositie richting de 1 ging. Ze hebben redelijk wat schuld ten opzichte van De bezittingen die ze hebben, maar wat betreft cash, die hebben ze niet zo heel veel achter de hand. Dat is ongeveer een miljard 1,2 miljard, dus in ieder geval iets om in de gaten te houden. Gaan we dan naar boven en kijken we naar wat analisten denken over dit aandeel, dan valt eigenlijk meteen op dat er drie rode dingen naar boven komen. De analist met het laagste koersdoel, het gemiddelde, maar ook het hoogste koersdoel zeggen allemaal lager dan de huidige koers. Hoogste koersdoel is maar 1% lager, terwijl het laagste koersdoel met 215, 215 dollar 17% lager ligt. Kijken we echter naar de analistenhistorie en dan zien we hier de grijze lijn. Dat was de echte winst per aandeel en het blauwe wat analisten hadden voorspeld. Dan zien we eigenlijk dat het vaak overeenkomt. Natuurlijk hier rondom corona is altijd lastig in te schatten. Maar het is wel zo dat als het niet ongeveer overeenkomt, dat in ieder geval ADP betere cijfers laat zien dan wat analisten verwachten... Altijd interessant om mee te nemen in de waardering zo meteen. En laten we dan ook even gaan kijken. In dit geval naar het dividend. Omdat zoals gezegd, het een aandeel is met niet zo'n hoog dividend yield. 2%. Maar wel redelijk wat uitbetaling. Hier zien we zelfs drie kwart van de laatste 12 maanden. Scrollen we naar beneden, dan valt eigenlijk op. En ik zal hier trouwens nog een grafiek gaan toevoegen, dat eigenlijk al deze data uit die tabel. Ook als een grafiekje boven staat. Dat je het duidelijker ziet, misschien hoef je niet zoveel te scrollen. Maar wat opvalt, is dat. In de laatste periode ze eigenlijk nog een keer het dividend verhoogd. hebben. Van 1,04 naar 1,25 dollar. En je ziet dat eigenlijk iedere vier kwartalen wordt het dividend wel wat verhoogd. Dus het ziet er in ieder geval uit dat het waarschijnlijk ook in de toekomst, denk ik, wel gaat gebeuren. Omdat ze dit al hele lange tijd zo hebben gedaan. Dus echt wel een bedrijf zijn wat interessant is ook voor dividendbeleggers. Laten we dan gaan kijken ten slotte naar de waardering voor het aandeel. Want het ziet er allemaal best wel interessant uit. Goede uh, netto-winstijvers. Hoge RIC, iets te hoge PI wat betreft. Maar wat zouden we dan eventueel willen betalen voor dit bedrijf? Dus met die waardering gaan we uit van zo'n 16 miljard aan omzet. De omzetgroei vervolgens, als we kijken naar analisten voor de komende vijf jaar komt het gemiddelde per jaar uit op zo'n 5, 5,5 procent. Dus laten we zeggen 4, 5 of 6 procent groei de komende jaren. De netto winst, die zien we wel een beetje licht stijgen. Um, en is denk ik ook. Ja, de cijfers die we hier zien, zouden we denk ik wel kunnen gebruiken. 14% aan de onderkant, 16% in de base case en 18% in de boolcase. Bull boolcase bull is vooral die zien we nu de laatste tijd. Maar misschien is dit geen representatief beeld. Ja, is het anders nu met corona personeelstekorten? En gaan we uit van die 16 die we op de langere termijn ook zagen. Een beetje hetzelfde bij de Free Cashflow, maar dan net iets hoger, omdat het daar net iets beter is. 15, 17, 19. Geplaatste aandelen. We zien dat ze aandelen opkopen. Niet zo heel erg veel. Ik denk ook dat ze dit blijven doen. Het is geen hoog percentage. Maar het is wel weer een extra manier, behalve een dividend, om aandeelhouders te belonen. Min 1%, min 1,25% en min 1,5%. Dividend 2, 4 en 6% verhoging. We zien het laatste jaar wat minder. De jaren daarvoor behoorlijk wat. Maar we zagen ook al dat ze best wel behoorlijk wat dividend vanuit hun free cashflow al uitkeren. Dus ze kunnen niet die hoge percentages blijven toepassen ieder jaar. Dan de P.E. multiple. We zagen een gemiddelde van de laatste 15 jaar geloof ik van rond de 25. Nu 35. Um, het is wel zo het bedrijf wat betreft omzet groeit het niet zoveel. Maar als we gaan kijken naar de netto winst. Die is dubbel wat we zouden willen zien. Een ROIC van richting de 50 is denk ik een iets hogere P.E. misschien wel geoorloofd. Ik zou zeggen 16, 20 of 24 in de boelcase, misschien zelfs wel. Misschien ben je het er niet mee eens. Laat het dan ook vooral weten in de reactie onder deze video. Want dit is puur even wat ik gebruik in deze berekening. Gewenst rendement van 10% per jaar. En een groei na die analyse van 3%. Want dat is een beetje het gemiddelde van de economie. Zeker de economie in Amerika. Klikken we op analyseer. Scrollen we eigenlijk een beetje naar beneden. Dan zien we dat in eigenlijk alle situaties op dit moment. De koers die we zouden willen betalen, de prijs die we zouden willen betalen, ver onder de koers van dit moment ligt, zelfs in het meest beste geval eigenlijk, in de bullcase op basis van de multiple is dat bijna nog 90, bijna 100 dollar meer op dit moment dan wat we zouden willen betalen om het gewenste rendement te halen. Dus op dit moment is het geen interessant aandeel volgens mijn berekeningen op basis van deze verwachtingen, maar het is dus wel een interessant aandeel Um, voor de langere termijn. Het ziet er heel goed uit. Het is ook een bedrijf dat denk ik niet zo heel veel last heeft van een crisis. Want mensen, bedrijven moeten salaris blijven uitbetalen, moeten payroll, HR dingen blijven bijhouden. Dus als je daar een abonnement op hebt, dan blijft dat abonnement ook gewoon doorgaan. En daarom is het wel een aandeel dat ik wil toevoegen aan mijn watchlist. Aan welke koers dan? Nou, ik zat een beetje te denken aan de 160, 150 dat is eigenlijk een beetje wat in die boolcase een beetje in het, in het midden lag. Als hij daaronder komt, dan wil ik een melding ontvangen. Wil niet zeggen dat ik het dan ga kopen dan is het wel weer een moment om te gaan kijken op, om opnieuw eigenlijk deze waardering te maken om opnieuw dat onderzoek te gaan doen maar zoals gezegd, dat is hoe ik er op dit moment naar kijk, op basis van de informatie die ik nu heb, en wat analisten voor de toekomst voorspellen, of verwachten, laat ook vooral weten hoe jij naar het bedrijf ADP en ook het aandeel ADP kijkt, want het bedrijf en het aandeel is natuurlijk wel wezenlijk iets anders, en laat dat weten via de reacties onder deze video, vond je het een leuke, interessante video, geef zeker even een duimpje omhoog, laat ook weten welk aandeel jij eventueel in de volgende video wilt zien, en ook dat doe je natuurlijk via de reacties onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.